Hartelijk welkom bij de ronde tafel van conflictstress naar levensgeluk. En levensgeluk, daar gaan we het echt over hebben vandaag, van hoe krijg je je relatie weer sprankelend. Ik praat erover met Astrid Landman. Jij bent relatiespecialist. Ik mag geen relatiecoach zeggen, maar ik moet zeggen relatiespecialist. Welkom. Dankjewel. Wat doet een relatiespecialist? Nou, ik leer mensen weer gelukkig worden in de liefde voor elkaar. En richt mij vooral op stellen die al wat langer samen zijn. En die zoiets hebben van, ja, we houden veel van elkaar, maar soms loopt het even niet zo lekker. Hoe houden we het goed met elkaar? Dus zeg echt de APK van je relatie. De APK van je relatie, oh, ja. Dat is mooi. Ik wil jou even een paar situaties voorleggen. Dus ja. Even kijken hoe jij daar dan als relatiespecialist mee omgaat. Is goed. Ik lees voor. Het is vrijdagavond. Je zit samen met je lief op de bank. Netflix staat aan en jullie zijn wederom verslaafd aan een nieuwe serie. Ja, ja. Nog eentje. Nog eentje, inderdaad. Ja. Ja. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Nou, het kan soms heerlijk zijn, hè? Gewoon samen lekker Netflix kijken, hele avond. Maar wat er gebeurt is, de aandacht zit bij de serie, bij de televisie en niet bij elkaar. Mm-hmm. En juist aandacht voor elkaar in een relatie is zo belangrijk. Ook omdat je het vaak, je hebt druk vaak met je leven, met werk, met de kinderen. Ben je moe, plof je s'avonds op de bank. En eigenlijk weet je op een gegeven moment niet meer van elkaar van, ja, we houden... Mijn lief zich eigenlijk mee bezig. Dat weet je dan op een gegeven moment niet meer. Nee, je zit alleen maar in die tv te staan. Ja. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer, inderdaad. En je gaat naar bed en je bent moe. En je valt in slaap en de volgende dag ga je weer verder. En zo verlies je elkaar uit het oog. En hoe doorbreek jij dat patroon dan? Nou, wat ik vaak als tip geef, of als opdracht ook wel eens geef aan stellen, is om te zorgen dat je één avond in de maand, en als het kan nog vaker, echt bestempelt als jouw avond. En ga dan iets doen wat je normaal niet doet. Dus ga niet televisie kijken, maar ga een hapje eten, ga wandelen, ga naar theater. Ga samen iets doen en neem ook tijd voor elkaar. Maar als je naar theater gaat, dan denk je, ja, dan zit je weer naar iets te kijken. Klopt, ja. Maar dan kan je het bijvoorbeeld combineren met vooraf een hapje eten of daarna nog wat drinken. Je gaat je weer mooi aankleden voor elkaar. Je gaat weer als een soort weer op date met elkaar. Het is een soort daten wat je dan doet. Je gaat weer daten. Dat is wel wat ik vaak adviseer. Oké, je hebt het nu al over stellen. Is het zo dat je stellen dan één op één coacht? Dat wisselt. Ik coach inderdaad stellen één op één. Maar wat ik ook doe, is ik geef een relatiecursus. En dat is dan 6 avonden dat ik stellen aan de hand van een programma wat ik heb ontwikkeld. Begeleid om de liefde weer terug te vinden, om de liefde weer vieren in de relatie. De liefde te vieren, ja. Dat vind ik een mooie term. Die moet even vasthouden. Ja. Ja. Oké, okay, dat zijn 6 avonden, maar dan zit je wel met een hele groep. Dat klopt. Dat is niet zo, privé. Nee, en mensen, ze kunnen kiezen. Ze kunnen kiezen of ze in een groep willen. En ik merk ook vaak dat ze het vaak fijn vinden wel eens in een groep, omdat dan weer herkenning is van elkaar. Wat gebeurt er in zo'n groep? Hoe groot is zo'n groep dan bijvoorbeeld? Maximaal 8 personen, dus maximaal 4 stellen. Oké, die zitten dan s'avonds bij elkaar en dan vertel je iets? Ja, want ik vertel iets. Ik heb 5 elementen waarmee ik werk. Dus noem eens 1 element. Een element zoals hier is aandacht. Oké. Okay. Het belang van aandacht voor dus elkaar. Dus dat is een thema van de avond is aandacht? Ja, okay. Een thema van de avond is aandacht. Er zitten 8 mensen zitten aandachtig te luisteren naar jou. Ja. Als het goed is wel. Maar wat ik vooral wil, is dat ze aandachtig naar elkaar gaan luisteren. En hoe krijg je dat dan voor elkaar? Door de opdrachten die ik geef. Wat geef je dan als opdracht? Nou, een van de opdrachten bijvoorbeeld is om een lijst te maken van wat vind je nou belangrijk in een relatie? Dus eigenlijk een soort de basis voor je relatie maken. En dat laat ik ze allebei apart doen. En als ze dan klaar zijn, dan leggen ze dat naast elkaar. En dan gaan ze samen kijken van oké, als we nou alles hebben, wat vinden wij nu samen echt belangrijk voor onze relatie? Waar willen we onze aandacht? En wat ben je nou de afgelopen maanden bijvoorbeeld tegengekomen? Noem eens een voorbeeld. Nou, wat ik tegen ben gekomen is dat dat het tijd maken voor elkaar, dat ze dat best lastig vinden. Dat ze zeggen van ja, maar we hebben het al zo druk en dan we hebben eigenlijk helemaal geen tijd voor een avond samen. En dan ga ik zeggen van ja, maar kijk nu eens waar je nu je tijd aan besteedt. En wat heeft je prioriteit? Mm-hmm. En dan laat ik ze kijken naar die lijst van hun relatie, wat ze zo belangrijk vinden. Nou, ze vinden het vaak heel belangrijk om dingen samen te doen. Dan zeg ik, ja, maar dan moet je daar dus ook tijd voor maken. En dan krijg ik vaak als van, ja, maar dan is het niet meer spontaan. Ja, alleen, okay. Als we het spontaan willen, dan gebeurt het niet. Dus het is ook op een gegeven moment een keuze van, wat heeft prioriteit? En ga daar tijd voor maken. En dat betekent dat je iets anders niet doet. Maar wat is nou belangrijk voor jou? Oké, en dus die mensen zitten in dat groepje van die 8 en die hebben dat met elkaar die lijstjes gemaakt. Ja.
Maar gaan ze dat dan delen met de andere stellen die daar dan zijn? Nou, vaak delen ze van wat er gebeurt. Soms delen ze inderdaad ook wel wat belangrijk voor hen is. Soms delen ze ook van een beetje het proces wat er gebeurd is in de gesprekken. Maar het levert vaak heel veel herkenning op. En het is natuurlijk wel belangrijk dat ze zich veilig voelen in de groep. En dat is ook mijn zorg om daarvoor te zorgen. En ik merk dat ze het ook leuk vinden omdat ze ook van elkaar leren. Dat de een zegt van, ja, maar die spontaniteit, wij lossen dat op doordat de een dan verzint wat de ander gaat doen. En dat je elkaar ook kan helpen. Dus dat is wel wat de meerwaarde is van een groep. Ja, want het vraagt nogal wat. Hè? Je moet toch een drempel over om jezelf bloot te geven. Ja, dat is ook zo. Ik zeg ook, je hoeft niet te delen. Je mag delen als je wil. Maar als je dat niet wil, hoeft het niet. Het is geen verplichting. En er is één zo'n thema is aandacht. Ja. Kun je nog een thema noemen? Andere thema is vriendschap. Omdat gebleken is uit een onderzoek dat eigenlijk het geheim van een goede relatie is een hele diepe vriendschap met elkaar. Dus wat waardeer je in elkaar? Wat vind je zo leuk in elkaar? Maar ook weten welke kleine dingen je voor elkaar moet doen. We denken vaak dat we 2 weken op vakantie moeten naar de Bahama's of wat dan ook om het weer goed te krijgen. Mm-hmm. Maar het zit hem vaak in de kleine dingetjes. En ook in hoe goed ken je elkaar. Wat heeft jou verrast de afgelopen tijd? Welk klein dingetje juist een hele goede goedmaker was? Nou, de kleine dingetjes is ook van dat je elkaar 's ochtends en 's avonds als je thuis komt gewoon een kus geeft. Dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend, maar ik heb gemerkt dat in de stellen die ik heb die dat doen, die dat eigenlijk heel belangrijk vinden. En dat eigenlijk als een soort van zelfsprekendheid waar, ja, dat is toch normaal. Maar dat is niet normaal, want er zijn ook stellen die dat niet doen. Die gewoon de deur uitlopen of thuiskomen en dan hallo zeggen en hun ding doen. Terwijl juist dat even dat aandacht voor elkaar, even elkaar een kus geven, even omhelzen, juist zo belangrijk kan zijn. Dat vind ik wel, dat is eigenlijk een heel klein dingetje, maar voor sommigen heel belangrijk. Je kunt dat zo doen. Hè? Ja, je kunt het zo doen. Ja. Het kost bijna geen tijd. Ik heb nog een situatie. We hadden net over vrijdagavond. We zijn samen met elkaar naar een film kijken of op televisie. Maar dan is het nu zondagavond. Ja. Volgende dag begint de werkweek. En ja, je realiseert je dat je echt niks met elkaar hebt gedaan. Ja. Ja. He, je bent te moe of wat dan ook, sportvereniging, het weekend is voorbij gevlogen. Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen wel herkenbaar is. Klopt. Je hebt allemaal plannen, je wil leuke dingen samen doen. Ja. En aan het eind van de rit komt het er weer niet van. En dan denk je van, nou, dat moeten we dan volgend weekend gaan doen en dan gebeurt het weer niet. Mm-hmm. En het gevolg is dat je daardoor ook op een gegeven moment meer, ja, toch wat uit elkaar groeit, omdat je weer minder dingen samen doet. En hoe zorg je er dan weer voor dat je dus wel eens wat dingen doet? Dus ook andere dingen dan gewoon de normale dingen, maar activiteiten onderneemt als naar het bos gaan, naar het theater gaan. Of desnoods een keer, weet ik veel, parachute springen als je iets heel geks wil doen. Maar moet je dat dan ook? Veel parachute springen als je iets heel geks wil. Nou, wat je kan doen is dat je allebei voor jezelf eens een lijst gaat maken met wat je nou eens echt graag zou willen doen met je partner. Dus dat kan zijn dat je een bepaald museum wil bezoeken, of dat je inderdaad naar het bos wil, of een stuk wandelen, of wat dan ook. Mm-hmm. Dat je allebei die lijst maakt en dat je dan eens ook al die twee lijsten naast elkaar legt en dat je die gaat samenvoegen en zullen dingen overeenkomen en dingen van allebei één zijn. En dat je er gewoon 2 dingen uitpikt en dat je zegt van nou, die gaan we per maand doen en die plannen we in. En ja, je kan zeggen we doen het spontaan. Maar dan zit je die zondagavond weer en dan heb je weer niks gedaan. Ja, want vaak hoor je dat als kritiek, hè? Ik hoorde het jou ook al eerder zeggen. Ja, het is niet spontaan. En dan wordt het als niet echt gevoeld. Ja, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want als je het inplant, je kan ook bijvoorbeeld plannen van die dag gaan we wat doen. En jij mag dan uit die lijst iets halen wat we gaan doen. Dan is het voor de ene een verrassing. Je kan daar ook zelf een spontane wending aan geven. En soms kan het ook leuk zijn als je het al wel plant. Want dan kan je ook een soort van tevoren op verheugen. En naartoe leven. Ja. Dus dat is echt dat plannen. Ja. Jij hebt een e-book geschreven. Klopt. 7 stappen. Ja, 7 tips. 7 tips. Ja, om de vonk weer te laten sprankelen. Precies. En dan denk je, ja, in het begin van je relatie, dan heb je heel veel van dat soort vonken, hè? Ja. Want het is allemaal nieuw en spannend en noem maar op. En jij begeleidt met name stellen die al een enige tijd bij elkaar zijn. Hoe krijg je die vonk dan weer aan het vonken? Ja. Nou, ook door weer terug te gaan naar van wat vind je zo leuk in elkaar. Om dat weer te gaan ontdekken. Want dat wordt vaak op een gegeven moment vanzelfsprekend. Mm-hmm. Je kent elkaar en je weet het wel. En je denkt van nou, hij weet toch wel dat hij van me houdt. Of dat hoef ik niet meer te zeggen. Nee.
En hij weet toch wel dat ik hem mooi vind. Of weet je dat. Er worden steeds minder dingen gezegd. Terwijl mensen hebben wel behoefte aan dat stukje waardering. En dat stukje gevoel van ik ben oké. Okay, maar eigenlijk zeg je dan van dat moet je gewoon blijven zeggen. Ja. Eigenlijk zeg ik, elke dag moet je tegen je lief zeggen van wat je waardeert in hem. 1, 2, 3 dingen wat haalbaar is. Wat vind je zo leuk aan de ander? En wat waardeer je? En waar ben je dankbaar voor? En het mooiste zou zijn als je dat ook opschrijft in een schriftje. Want ja, dan kan je nog eens een keer terugbladeren. Ja, ik zie ook ergens, want ik zit te kijken in de teksten van jouw e-book. Maar ja. dat je ook de post-its tegenkomt. Ja. Met een hartje of zo die je ergens op plakt. Het kost heel weinig tijd. Je koopt een plakje van die post-its, van die geeltjes. En je tekent een hartje op of je zet er iets liefs op. Of de badkamerspiegel of de koelkast plak je het. En ja, ik bedoel, ik weet zeker dat er een glimlach op je gezicht trekt. Heb je zelf een partner? Ja. Hoe doe jij dat? Ja, ook met post-its wel. Ja. Ik plak op zijn lunch plak ik altijd een lief briefje. En dan zet ik iets liefs op. Of ik teken een hartje of een zonnetje. Of altijd even, zodat hij als hij dan zijn lunch pakt, dat hij even aan me denkt. En dat hij weet dat ik aan hem gelacht heb. En wat doet hij dan? Hij neemt mij, want hij weet dat ik het heel leuk vind om samen even lekker koffie te drinken. En dan neemt hij mij daar even lekker mee. Dan zegt hij in het weekend van kom, we gaan even een cupje doen, want we gaan naar cup. En dan gaan we even koffietje doen. Ja. Dat soort kleine dingen. Of hij maakt gewoon lekker koffie voor mij gewoon thuis. Of een theetje, of verwend me met iets lekkers. Met andere woorden, echt ook, ik noem maar even de kleinere dingen. Ja. Die gewoon ook haalbaar zijn. Ja, ja. Niet dat het een moeten of een druk gaat worden. Maar juist die kleine, simpele dingen. Even een knuffel geven. Even als je ziet dat de ander niet zo lekker in zijn vel zit, even beetpakken of even aandacht hebben. Ja. Echte kleine dingen. Ja, wat ik ook hier tegenkom is wel een grappige. Dan zeg je van in het begin van jullie relatie konden jullie niet van elkaar afblijven. Klopt. Dus echt dat lichamelijke. Ja. En nu is er totaal geen lichamelijk contact blijkbaar meer. Ja. Ja. Hoe herstel je dat dan? Of moet het überhaupt wel hersteld worden? Moet het gewoon benoemd worden? Nou, het is sowieso wel. Ieder mens heeft wel behoefte. Lichamelijk contact is belangrijk voor mensen. Je ziet ook dat baby's die lichamelijk contact hebben zich beter ontwikkelen dan baby's die dat minder hebben. Sommige mensen hebben minder behoefte aan lichamelijk contact dan anderen. Maar het is zeker voor de verbinding voelen met elkaar is het heel belangrijk. En al geef je elkaar maar een halve minuut een knuffel. Even echt goed beet houden, een halve minuut. Dan voel je weer die verbinding met elkaar. Het is of gewoon lekker naast elkaar op de bank zitten en tegen elkaar aanleunen als je Netflix kijkt. Doe dan in ieder geval dat. Dan is het toch iets. Ja, precies. Hè? Dan zorg je in ieder geval voor een lichamelijke verbinding. Ja. Combineerde dingen. Ja. Maar maak het ook soms wat luchtig en wat meer lichtheid mag er soms wel in. Want kijk, als je het over relaties hebt en relatiecoach, relatiespecialist en de gesprekken, dan krijg je het al gauw iets zwaars. Hè? Klopt. Ja. Terwijl jij komt niet in situaties waar problemen zijn. Het is meer van, er mist iets, maar wat. Ja, en soms zitten er ook echt wel eens van die patronen in de communicatie die terugkomen. Die echt wel soms best wel grote conflicten kunnen geven. Maar ik wil ook laten zien dat het soms met simpele stappen, dat je al heel veel kan bereiken. En juist als de basis goed is, dus de vriendschap is goed, de kleine dingen voor elkaar zitten goed, dan kan je juist die dingen die wat zwaarder zijn, wat lastiger zijn, veel beter aanpakken. En dat is eigenlijk waar ik altijd naar op zoek ga. Van eerst op zoek naar wat vind je zo leuk in elkaar, even heel kort gezegd. Ja. En dan kijken van de dingen waar je echt, die echt moeilijk, wat lastiger zijn, hoe kunnen we die aanpakken? Maar dat wordt al veel makkelijker als je weet voor wie je het doet en waarvoor je het doet. Lijkt me heel mooi. Nog één keer de titel van jouw e-book. Ja, 7 tips om de vonk weer te laten sprankelen. Hij is gratis, hè? Ja, hij is gratis. Heb jij nog één van die 7 tips die je nog even als laatste wilt benadrukken? Nou, één leuke tip, en die geef ik ook vaak in mijn cursus en workshops, is koop eens een kaartje voor je partner. En ga dan beginnen met de regel van, ik ben zo blij met jou omdat. Ga het kaartje helemaal volschrijven, adres erop en je stuurt hem op. Ja, en je partner krijgt een kaartje in de bus met van jou, wat zo leuk is. En ik heb de reacties zijn altijd heel erg. Mensen vinden het wel heel erg leuk om een kaartje te krijgen. Bovendien, je krijgt allemaal een appje of e-mail, maar wie krijgt er dan een kaartje? Ja, bijna niemand meer. Nee. Nee, en dat is zo leuk. Dankjewel, Astrid Landman. Ja, graag gedaan. Goed, nou, je weet wat deze zondag te wachten staat. Hè? Gauw naar de boekwinkel om een kaartje te kopen, om die aan je lief te sturen. Bedankt voor het kijken.
Thank you.